Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite-video van mij Wesley. Vandaag gaan wij als eerste potje in dit nieuwe season spelen met, ja, ik denk gewoon Summer Drift. En ja, gaan we gewoon eens even kijken of wij ook in dit nieuwe season een potje Fortnite kunnen winnen. Dus we gaan gewoon lekker beginnen. Eerste solo potje dit season. Benieuwd. Dus er zijn een paar nieuwe locaties op de map. De map is volgens mij verder niet heel veel veranderd. Tenminste, zover ik weet. De Battlepass ziet er dus ook wel op zich leuk uit. Dus ja, we gaan. De bus gaat zo, dus wij gaan gewoon eens lekker kijken of we rustig in dit plaatje kunnen kijken. Zonder al te veel problemen. Zal niet. Vaak gaan de eerste paar potjes bij mij, nieuwe season, die gaan echt allerbarstend slecht. Dus ja, misschien hopen dat we een keer een goede start hebben. Eigenlijk de laatste seasons nog niet echt, laten we zeggen, gehad. Iemand die is op ons aan het schieten omdat we hier op een steen staan. Oké. Ik denk dat ondanks dat het best wel ver weg is, verwacht ik dat het best wel redelijk terug gaat zijn. Ook omdat er een nieuwe plaats is. Ik zie daar al één iemand vliegen. Volgens mij vliegen er achter me nog meer. Dus ik verwacht wel veel battles. Moeten we alleen niet sneuvelen in een van die battles. Dat zou jammer zijn. Die is er wel heel veel eerder als ons. Ik zie daar beneden al wapens liggen. Dat is al chill. Dat loopt ook al iemand, of niet? Die hebben ook gelijk in gevecht moeten hier. Ah, nee, is een, is denk ik wel een charge-achtig iets. Yo, hier zijn fucking veel bots. Gaan we eens even kijken. Zwaar gevochten. Dat is echt. Dat is. Zit dan. Oh, oh, oh.
eentje op het dak. Yo! Ah, ik had niet goed de wapen vast. Jammer. 48e, zo beginnen de missie, eerste potjes. Maakt niet uit, we gaan gewoon verder. En we gaan gewoon op zoek naar een nieuw potje. Goed, dit is volgens mij iedere locatie heeft van die bewakers en zo. Heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Wat is er mega gebeurd dan, joh? Daar zie ik allemaal zwarte vlekken, joh. Ik denk dat we gewoon hier gaan landen. Kenshu Crossing. Beetje looten en dan gaan we heel graag op zoek naar een plek waar mensen zijn. Wel blij dat die sniper rifles er weer in zitten op zich. Dat is wel fijn. Ik denk dat ik nu langzamerhand wel eens even op zoek ga naar mensen. Er zijn ook nieuwe abilities waren ingekomen. Ik weet geen idee wat allemaal nieuw is. Het is echt voor mij ook het eerste potje van dit season. Na het tweede nu dus. Eerst hebben we niet overleefd. Dat zal wel lekker zijn gelijk. Gelijk in je eerste 5 potjes een victory pakken. Hey, oh, schoten. Oh, dit is schil van mij. Dit is echt schil van mij. God, ik schil je. Gelukkig was die banaan ook schil. Suppress scope burst SMG. Dat zal wel goed zijn. Hier zie ik ook al nog een vechtje. En die gaan we eens even verstoren. Ah, die ziet de schoten hier ook al vliegen. En daarachter. Dat is een lekker begin. 2 headshot snipers. Dus weer die, ja. Moet ik ervan vinden, Twin Mag Assault Rifle. Zo, dat is die. Is wel vernieuwd jasje. En, iemand heeft mij gezien. Dat is trouwens best een fijn wapen. Oh.
vandaan komt. Dan sta ik liever op een hoger punt. Ja. Neem dat in. Het is niet slim om te doen nu de sniper ook weer in het spel is. Moet je eigenlijk gewoon niet zo dat nog een paar sniper liggen. Hey. Fijn assault rifeltje dit hoor. Ho, ho, ho! Ik vandaan wat beschoten. Ah. Jammer. Helaas. 15e, helaas niet echt een goede start. We hebben wel 6 kills gemaakt. Jammer dat we deze niet konden pakken. We hebben wel aardig damage gedaan, zo te zien. Maar dat is helaas niet genoeg. En ja, daarbij ga ik de video dan nu ook gewoon afsluiten. Toch wel allebei de keer in de top 50. Zelfs één keer in de top 20. Op zich best wel prima. Kan altijd beter. Nou, en daar gaan we ook zeker voor. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Like deze video. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer in een volgende video. Ik zeg later.